vandaag? Het is vandaag dinsdag. Ik heb vandaag een vrije dag. Dus ik heb allemaal van die rotklusjes die ik vandaag moet doen. Ik moet echt heel veel bellen. En ik was vandaag weer even gestart met een cleaning mood. Ik wil mijn badkamer even heel grondig schoonmaken. Want ik heb ook een muur achter mij altijd. Waar ik me eigenlijk altijd klaar maak. Heb ik dus zeg maar... op de tegels en voegen heb ik allemaal van die oranje vlekken erop. En dat is eigenlijk geen viezigheid. Maar dat is dus mijn bronzingspray die ik een keer had uitgeprobeerd. Dus ik ging zo sprayen en toen kwam het allemaal op de muur. En ik zag het echt pas veel later. En nu krijg ik die vlekken er zeg maar niet meer uit. Dus daar was ik echt mee bezig geweest. En ik was echt aan de slag gegaan met bleek en zo. En nu heb ik echt zo'n barstende koppijn ervan. Echt niet normaal. Ik laat jullie even trouwens weer de tegels zien. Ik probeer het allemaal een beetje schoon te krijgen. Want... kijk, zo moet het eigenlijk zijn. Het is nu zo geworden. En dit komt door een bruiningsspray die ik een tijdje geleden heb gebruikt. En ik krijg het er niet meer zo goed af of zo. Zien jullie een beetje het oranje hier? Dat is dus gewoon door mijn bruiningsspray. En ik heb het nu dus even laten inwerken. Ik hoop dat het dan zijn werk gaat doen. Ik heb even geoend en dat hielp wel een beetje. Maar ja, er moest nog heel veel gebeuren. Ik ben nu onderweg naar de blokker. Ik ben even aan het parkeren. Ik moet even nog een paar schoonmaakspulletjes halen hier. Oh, ik rij naar achter. Ik kom op de parkeerplek. Dus het regent echt keihard buiten. Niet normaal. Ik zweer, het is echt zo druk. Ik kan nergens parkeerplek vinden. En net gewoon voor de blokker ging iemand eruit. Ben ik er snel erin gegaan. Ik heb het gevoel alsof mensen met slecht weer gewoon echt sneller gaan winkelen. Of naar de shops gaan of zo. Even mijn koffie drinken eerst hoor. Zo, ik ben net thuis. Let niet op mijn hoofd. Ik ga even een kamertje. Dit halen voor mijn dweil. Dat lukt mij niet als ik naar de blokken ga. Ik ga veel meer dingen halen natuurlijk. Ik heb ook een badmat gehaald. Lekker fris en fruitig. Een nieuwe. Oh, ik hou er echt van. Ik heb van die toiletblokken gekocht. Want die waren uitverkoop. Ik heb van die... microfiber dishpads gehaald. In de hoek kunnen zien, zien jullie altijd zo'n smoothie bekken van Nessie. Nessie maakt elke ochtend smoothie en dan wast hij dat ding af en dan laat hij daar achter. En dan heb ik zo'n dishpad voor de onder, dan kan ik het erop zetten. Super handig, ziet er ook niet zo lelijk uit, want meestal pak ik gewoon mijn doekjes. Dus ja, vandaar deze gehaald. Ik heb een afwasborstel gehaald en deze is heel handig, want die kan je dus gewoon zo in je zink plakken. Ik heb weer een allesreiniger van Ajax gehaald. Eucalyptus. Werkt tegen alle soorten vuil en helpt de lucht te zuiveren. Ik vind deze heel goed. En ik heb even zo'n spray tegen schimmel gehaald. Want ik dacht, stel je voor dat de bleek niet helpt tegen die bronzingspray. Dan zal een schimmelspray wel helpen. Ik dacht, dan heb ik hier zo'n doekje. En dan doet hij zo'n smoothie beker zo eroverheen. Er alsnog een beetje netjes uit. Ontbijt vandaag. Ik ga dus van die paprika tortillas maken met gebraden kip gehakt en hummus. Ik heb deze dus onlangs ontdekt met tuinkruiden. Ik vind deze echt heel lekker. Deze hummus is echt een aanrader. Het is echt heel lekker. Als u een ophaling wilt regelen, toets 1 voor informatie over tarieven en diensten. Ik denk dat we weer even moeten afscheid nemen van dit ding. Want het is fucking koud. Ik heb gewoon weer mijn pyjama aan. Het is echt al genoeg. Dus deze gaat weer de schuur in. Yes guys, ik heb het dus laten inwerken. En nu ben ik aan het schrobben. En ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Maar het lijkt erop alsof hij echt eraf gaat. Kijk, want je hebt echt die oranje stukjes. What the fuck? Het is wel echt veel beter. Maar ik denk echt dat ik er nog een keer of twee overheen moet. Maar ik ben niet happy. En we zijn bijna klaar. Nou, alleen even de andere kant van het huis nog dweilen. Jullie gaan het niet geloven. Deze meid is eindelijk klaar met schoonmaken vandaag. Ik wil vandaag echt gewoon niks meer zien. Gewoon.
Ik ben aan de ene kant wel echt opgelucht. Ik moet eigenlijk nog mijn slaapkamer doen. Want ik heb nog heel veel kleren eigenlijk om te vouwen. Maar ik ben blij dat ik al zo ver ben. Mijn huis werkt gewoon super lekker. Super fris hier. Dus ik heb hem even volgenomen. Daarna het schoonmaken elke keer gewoon lekker bloemen te gaan halen voor in mijn huis. Dat het gewoon een beetje zo en fris aanvoelt. Klinkt het nu een beetje stom? In ieder geval, ik ga zo even bloemen halen bij de Albert Heijn. Ik denk dat ik gewoon zonnebloemen ga halen. Want ik heb even opgezocht wat voor bloemen ik moet halen met katten. En ik heb niet echt heel veel opties. De bloemen die ik mooi vind, mag niet. Omdat ze of giftig zijn of gevaarlijk zijn voor mijn katten. Dus ik ga gewoon zonnebloemen halen. En dan ga ik het lekker in een bloempot daar doen. Die is al eeuwig leeg. En dan ga ik alvast drinken halen. Want ik ga zo even starten met koken. Het is inmiddels al 7 uur. Dus ik ben vrij laat. En ik moet nog editen. Maar dat gaat helemaal goed komen. Ik ben trouwens echt heel blij met make-up. Ik ben gewoon voor een lichte glowy make-up gegaan. Ik vind het de laatste tijd echt heel erg mooi. Glowy make-up. Terwijl normaal gesproken hou ik echt van mat. Oh, hier zit dat beter denk ik. Ja. Echt constant droge handen. Niet normaal. Voor de mensen die het willen weten alvast, deze trui is van Naked en hij zit heel erg fijn. En je hebt er volgens mij verschillende kleuren. Maar ben ik de enige die zo fucking droge handen heeft de hele tijd door. Ik stond weer voor de bloemen, heel lang te staren naar welke ik wel en niet moest nemen. Stond ik daar weer te googelen wat giftig en niet giftig was voor katten en toen had ik er geen zin meer in. Ik wou zonnebloemen, maar die zijn nu echt vet lelijk. Ik heb dus even snel deze kruiden gehaald van de Albert Heijn van Verstegen. Want Hon, die maakt deze altijd met gehaktballen. Ik heb het nog niet eerder gebruikt. Ik mix de kruiden altijd zelf. Maar ik ga het gewoon even uitproberen. Zo, ik heb de vlees hierin gedaan. Ik ga even kruiden toevoegen. Je hoeft niet zoveel toe te voegen. Ik doe er nog iets meer bij, anders... Want het zijn eigenlijk kruiden voor 500 gram en ik heb 300 gram. Zo, nu een beetje olie. Zo, klaar. Met gehaktbal hou ik het eigenlijk altijd heel simpel. Dus gewoon olie en kruiden en dan ga ik ze bakken en daarna een beetje koken. Ik weet dat heel veel mensen nog broodcrumbs erbij doen. Ei, paneermeel, van alles en nog wat. Maar dat doe ik allemaal niet, want ik wil het gewoon echt clean en gezond houden. Ik ga eerst de gehaktballen bakken. Ik ga even deze wortels snijden en ik heb veldertjes en diepvries gehaald. Die ga ik straks ook even bij doen. Zo, ik heb eerst de gehaktballen uit de pan gehaald en even met water gespoeld de pan, want ik wil niet al die olie met saus hebben. Dat heb ik er water bij toegevoegd met tomatensaus en daar ga ik deze gehaktballen even in laten sudderen. Dan heb ik hier dus net linzen gewassen. Ik doe er een heel klein beetje bij. Ik heb het nog nooit eerder gezien, maar ik heb het met recept gezien online. Dus ik ga het gewoon even uitproberen. Linzen met gehaktballetjes. Zo, ik heb de wortelen gesneden, die gaan er ook even bij. En ik heb even een halve ui erbij gesneden, die gaat er ook bij. Misschien denk je waarom nu pas, maar dat is echt lekker hoor. Om de ui later erin te koken. Dan doe ik er nog Himalaya zout bij. Ik doe er chilipoeder bij. Niet veel, want Nesim gaat morgen hier nog van eten. Ik doe erbij gemalen koriander. En mijn mixkruiden doe ik er ook bij. Ik zeg er altijd bij, het lijkt een beetje op de 7 Mix Spice. En nu laat ik het gewoon op een heel zacht vuurtje sudderen. En dan ga ik nu even editen. Zo, inmiddels ben ik klaar met editen. En ruikt het echt zo lekker. De linzen zijn ook gaar, zie ik. Dus ik ga even nu op het einde de veldertjes toevoegen. Even kijken of het genoeg is. Of ik een beetje te veel doe, vind ik het ook niet zo lekker. Zo, ik ben erg blij dat ik niet alles erin heb gedaan. Want het is echt meer dan genoeg. Heerlijk. Ik zweer op alles. Het voelt echt als winter. Buiten is het echt gewoon rot weer. Ik heb echt zo'n maaltijd gemaakt voor de winter. En ik heb gewoon weer mijn pyjama aan. Oh my god. En ze is de gehaktbal aan het eten. Is het lekker? Echt? Ik ga even morgen vragen. Ze is even naar huis gekomen om even te eten, maar eigenlijk is hij naar huis gekomen voor iets anders. Want ik heb tijdens het schoonmaken heb ik dus ons raam gesloopt. Nee, ons raam gesloopt. Het is hier gewoon kapot harde wind en ik wou hem net open doen en ik wou hem zeg maar zo open doen en toen flikkerde hij achterover op mij. Maar hij zit nog een beetje vast, maar er moest gewoon echt iemand komen mee te helpen om gewoon het raam gewoon op een normale manier dicht te doen. En dat lukte me alleen niet. En met die wind al helemaal niet. Dus we zijn naar huis gekomen om even dat te fixen.
Voor de rest wil ik even melden, voordat jullie denken van what the fuck. Dat jullie Nessie waarschijnlijk in de vlogs iets minder gaan zien. En dat komt eigenlijk omdat Nessie nu echt een hele drukke en spannende periode ingaat. En ik wil hem niet per se belemmeren met mijn video's. En hij is waarschijnlijk ook iets minder thuis. Daar was ik op voorbereid al een jaar lang. Maar ja, hij heeft gewoon een heel spannende en hij heeft eigenlijk nog een maand om gewoon een hele project op te starten. En zijn theatershow en weet ik veel wat. Er komt nog een documentaire en hij is gewoon met heel leuke dingen bezig. Dus ja, iets minder Nessie, iets meer. Ik zit trouwens echt vol van die gehaktballen en met die linzen erbij is het echt een heel vullende maaltijd. Ik raad het echt aan. Om zo'n maaltijd te maken in plaats van met rijst of zo. Dan zit je echt heel goed vol met een klein beetje linzen erbij. Dus ik doe de afwasborstel gewoon hierop. Dat vind ik gewoon veel fijner dan in de goot. Yes, zo. Even kijken of het gaat lukken. In de goot vond ik het namelijk niet zo echt heel erg chill. Moet ik elke keer de water aan hebben, dan flikkert hij er weer af. Dus in een paar vlogs eerder heb ik dus gezegd dat ik heel graag Arabische liedjes wil zingen, een soort van karaoke voor in mijn video's. Het gaat hem echt niet worden. Ik ben tot nu toe gewoon 2-3 keer geblokkeerd op YouTube vanwege de rechten van de zangers. Fucking irritant, want weet je wat het is? Normaal gesproken als je dus een liedje gebruikt van een bekende zanger of zo, dan krijg je gelijk een claim als in je kan niks op die video verdienen, want je gebruikt iemand anders zijn muziek. Dat is te begrijpen. Maar Arabs gaan een beetje verder. Die gaan gewoon je hele video blokkeren. En dan kan niemand meer naar je video kijken. Ja, sorry, daar heb ik het er echt niet veel over. Hierbij, ja, jammer.